Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een Get Ready With Me. Sinds corona maak ik niet echt meer heel veel Get Ready With Me video's. Omdat ik gewoon niks heb to get ready for. Dus ik ga nergens meer heen. Maar ik dacht, ik ga gewoon vandaag een Get Ready With Me maken. Zoals ik normaal zou maken als ik zou uitgaan. Ik ga niet uit, want hè, er valt niet uit te gaan. Alles is dicht. Maar ik dacht, het is gewoon leuk. We gaan gewoon doen voor de nep. Ik ga gewoon uit hier in mijn huis of zo. Dus ik ga laten zien hoe ik mij opmaak. Wat ik ga aandoen. Sieraden en de hele mikmak. Gewoon oprecht. Alsof ik echt uitga. En met uitgaan bedoel ik echt gewoon iets gaan drinken laat in de avond en dat soort dingen. Ik ga nooit naar clubs of zo. Dus het is niet echt speciaal gericht op een club. Maar meer gewoon iets leuks gaan doen in de avond en zo. Het enige wat ik al heb gedaan is mijn haar. Zoals je kunt zien heb ik weer mijn krullen terug. En die moet ik al doen voordat ik met de video begin. Want dat doe ik allemaal in de badkamer en zo. Maar voor de rest ga ik echt alles samen doen met jullie. Dus kleding, make-up, etc. Als je zulke Get Ready With Me video's nog steeds gewoon leuk vindt, laat het me dan eventjes weten beneden in de reacties. Vergeet ook niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Mensen, ik heb echt weer zin om me helemaal gewoon full glam mooi op te maken. I love it. Ik ga beginnen met het primen van mijn gezicht. Daarvoor gebruik je de Urban Decay All Nighter Primer. Deze gaat er echt voor zorgen dat je make-up heel lang goed blijft zitten. En vooral met dagen dat ik uitga en echt urenlang wegga, wil ik gewoon dat mijn make-up goed blijft zitten de hele avond lang. En om mijn poriën een beetje op te vullen gebruik ik mijn Benefit Professional. Deze gebruik ik echt maar een heel klein beetje en echt alleen maar hier zo bij de poriën. Deze moet je echt nooit over je hele gezicht smeren, want dat gaat echt niet goed. Dan is het tijd voor foundation. Ik gebruik echt altijd een matte, volledig dekkende longwear foundation. Eentje die echt ideaal is deze van Maybelline. De 30 Hour Maybelline Superstay Foundation. Deze heb ik in de kleur 36 Warm Sun. Deze heb ik ook helemaal gereviewd in een video. En deze is echt super fijn. Hij moet dus 30 uur goed blijven zitten. Ik heb hem dus 16 uur opgehaald. Hij blijft niet 30 uur lang goed zitten. Want hij bleef niet eens 16 uur lang goed zitten. Hij bleef wel ongeveer 12 uur goed zitten. Dus als je echt op zoek bent naar iets wat long wear is en dat is 12 uur zeker, dan raad ik hem gewoon alsnog aan. Maar 30 uur houdt hij echt absoluut niet vol. Ik ga mijn gezicht vandaag ook cream contouren. Daarvoor gebruik ik de Huda Beauty Tentour in de kleur medium. Ik breng echt altijd cream contour aan als ik echt ga voor een heavy full face make-up. Ik vind cream contour altijd gewoon echt heel erg mooi. Het geeft toch altijd gewoon net dat beetje extra of zo. Het geeft je gezicht gewoon een beetje een extra soort van bronziness of zo. Ik vind het altijd gewoon echt heel erg mooi. En nog een tip. Als je heel veel cream producten aanbrengt onder poederproducten, dan blijft je make-up ook langer zitten. Bijvoorbeeld als ik nou hierna ga poeder contouren. De poeder gaat er vaak een klein beetje van af. En dan als hij eraf gaat, zit de cream contour er nog onder, waardoor je de contour gewoon nog ziet. Dus als je wilt dat je make-up goed en lang blijft zitten en het lang te zien blijft vooral, dan breng van alles ook een cream product eronder aan. En die blijft vaak gewoon nog heel lang te zien. Als concealer gebruik ik de Morphe concealer. Dit is een hele mooie matte, volledig dekkende concealer. Deze heb ik in de kleur C2.15. En dan weer uitblenden. Dit is by the way de NYX Cosmetics spons, mocht je je dat afvragen. Nou jongens, dit ziet er allemaal echt heel mooi uit. Ik hou van mijn basis. Ik heb ook van alles niet al te veel gebruikt. Omdat alles toch wel een beetje een volledige dekking heeft. De foundation, de concealer, de contour. Alles wat ik tot nu toe heb gebruikt heeft echt een volledige dekking. Dus breng dan niet te veel aan, anders wordt je gezicht veel te cakey. Ik ga vandaag ook voor een cream blush. Ik gebruik deze cream stick van Messauda. Deze heb ik in de kleur 101. Dit is echt een hele mooie cream blush. Die breng ik gewoon een klein beetje zo aan. Of ja, een beetje. Dit is echt best wel veel. Ik breng altijd best wel veel aan van cream blush. Omdat het altijd een beetje vervaagt onder alle poeders die ik hierna ga aanbrengen. Kijk even hoe mooi een cream blush is. Ik ben echt helemaal obsessed met cream blushes. Volgens mij zijn jullie mij echt helemaal zat met mijn cream blushes verslaving. En dan als poeder gebruik ik mijn Make-up Studio poeder. Dit is echt een van de fijnste losse poeders ever. Ik heb ook een kortingscode voor hun hele website. Staat beneden in de beschrijving. En deze poeder, ik raad hem echt iedereen aan. Ik gebruik die al zo lang en zo vaak. Dit is ook al mijn tweede pot. En dan ga ik hiermee baken. Dus ik breng gewoon een laagje poeder aan overal waar ik concealer heb aangebracht. Behalve bij mijn voorhoofd.
Als je wilt dat je make-up lang blijft zitten, sla dan de poederstap echt niet over. Want cream producten gaan allemaal verplaatsen en zo. En als je dan een laagje poeder erop aanbrengt, dan blijft alles gewoon goed op zijn plek zitten de hele avond lang. Over longwear make-up gesproken, ik heb ook een hele video gemaakt daarover. Die echt is gericht over je make-up 24 uur lang goed laten blijven zitten. Dus die video staat al online, mocht je daarin geïnteresseerd zijn. Dan ga ik mijn neus contouren met dit Revolution paletje. Ik gebruik deze bruine kleur. Mijn neus contour ik echt altijd met poeder, bijna nooit met cream contour. Waarom is dat? Omdat ik het gewoon niet kan. Elke keer als ik mijn neus ga cream contouren, gaat het echt helemaal mis. Wordt het allemaal veel te bruin en vlekkerig en zo. Dus ik ben er gewoon maar mee gekapt. En nou doe ik dus mijn neus contouren altijd echt alleen maar met poeder. Ik hou ook echt van een heftige neuscontour, want ik wil altijd mijn neus een beetje smal maken, want ik heb een vrij brede neus. Vooral zo hier zo. Hier is het echt zo best wel zo wijd. Dus ik wil het altijd lekker smal hebben. En dan een van de belangrijkste stappen, MAC Fix Plus sprayen om alles mooi in elkaar te laten blenden en dat het niet meer zo poederig is. Oké, dan stop ik voor nu heel eventjes met mijn gezicht en nu ga ik beginnen aan de ogen. Het paletje waar ik echt 9 van de 10 keer gewoon voor ga is mijn Anastasia Beverly Hills Soft Glam paletje. Ik hou altijd van bruine, neutrale kleuren. Dat zijn meestal de kleuren waar ik voor ga. En die mij ook gewoon het beste staan met mijn huidskleur en mijn haar en zo. En dit paletje is een en al bruinige, neutrale kleurtjes. En je hebt mooie bruine, matte en glanzende kleuren. Je kunt ook echt aan de staat van het paletje zien dat deze echt heel vaak wordt gebruikt. Dit was echt mijn geld waard. Echt een van mijn fave paletjes. Dus hiermee ga ik even een look maken. Ik ga de look maken die ik bijna altijd creëer. Nou, daar zitten we dan. Lekker ingezoomd. Ik ga beginnen met deze beetje oranje matte lichte kleur. Die heet Orange Soda. Die kleur breng ik aan met mijn 228 kwast van Zoeva. Dit is een fluffy kwast. En die kleur breng ik dan zo aan in mijn hele arcadeboog. Ik breng de kleur ook best wel hoog aan, omdat dit de eerste en een beetje de lichtste kleur is. Dus dan wil ik nog wel dat die straks nog te zien is als ik alle andere kleuren aanbreng. Dus daarom breng ik deze kleur best wel hoog aan, helemaal zo tot aan mijn wenkbrauw. Dan ga ik in met een iets meer donkere bruine kleur, die heet Burnt Orange. Die breng ik aan met een iets kleinere fluffy kwast, Zoeva 224. En dan breng ik die kleur ook zo aan in mijn arcadeboog, maar ik blijf een beetje nou onder die andere kleur. Dan ga ik in met de bruine matte kleur Rustic. Die breng ik aan met een platte fluffy kwast. Deze is van Boosty Shop nummer UP24. Het is dus een fluffy kwast, maar wel een beetje zo plat zoals je kunt zien. En hiermee ga ik dan de kleur zo hier indrukken en een klein beetje uitblenden in mijn arcadeboog. Ik vind de kleur Rustic altijd heel erg mooi, omdat het gewoon echt een true brown is. Het is echt gewoon een cliché goede bruine kleur en dat vind ik heel mooi. En dan pak ik weer die 227 kwast van in het begin, die grote fluffy kwast. En dan ga ik alles gewoon een beetje zo in elkaar blenden, een beetje extra. Ik heb geen oogschaduw er meer mee opgepakt of zo. Het is gewoon een beetje voor wat extra blending. Oké, en dan ga ik in met een glanzende kleur. De glanzende kleur die ik gebruik is altijd verschillend. Ik wissel gewoon altijd een beetje af. Ik denk dat ik vandaag ga voor de kleur bronze. De kleur bronze is wel een beetje een lastige kleur. Ik vind dit de slechtste kleur uit het paletje. Hij pakt met een kwast echt totaal niet op. Dus je moet echt sowieso je vinger gebruiken. Maar ook met je vinger is hij een heel klein beetje lastig. Want hij is een beetje hard. Het lijkt een beetje alsof hij iets te hard in het paletje is gepressed. En dat is wel jammer. Maar op zich, als je het gewoon zo met je vinger aanbrengt, komt er wel gewoon wat van af. En dan pak ik weer die kleur Rustic, die donkere bruine kleur. En dan ga ik die hier zo'n beetje inblenden met de gouden kleur en dan is het klaar. Ik vind de donkere bruine kleur Rustic altijd al best wel gewoon donker genoeg, best wel bruin genoeg. Dus ik laat het altijd zo. Maar als je het echt donker wilt maken, je kunt dan ook ingaan met de donkerbruine kleur hier of zelfs de zwarte kleur. Om het hier gewoon nog donkerder te maken. Maar ik vind altijd gewoon dit wel gewoon prima. Nou ga ik alle bruine matte kleuren die ik heb aangebracht in mijn crease ook aanbrengen op de onderste wimperrand. Dan pak ik hier de lichte glanzende kleur Glistening. En die breng ik nog aan hier zo in de binnenste ooghoeken. Zo, en dan is in principe mijn oogschaduwlook af. Dit is het gewoon. Ik vind dit maar echt altijd prachtig staan. Dan ga ik ook nog een winged eyeliner aanbrengen. Dat doe ik ook echt altijd, want dat geeft mijn ogen een beetje een soort van cat eye look. En dat vind ik altijd heel erg mooi, want dan is het zoiets mee gelift. Een van mijn fave liquid eyeliners is deze van NYX Cosmetics, de zwarte matte. Dus die ga ik eventjes hiervoor gebruiken. Mensen, echt eyeliner aanbrengen en nep wimpers met gelifte wimpers is echt een gezeik. Voor mascara gebruik ik mijn Catrice Glam & Doll mascara. Dit is echt een van de beste mascara's, jongens. Echt, ik zweer het. Vergeleken ook wel met heel veel dure is deze gewoon veel beter. I love it. Ik heb, by the way, de waterproof versie. Ik weet niet waarom ik de waterproof versie heb. Dat is echt zonder reden.
Als nep wimpers gebruik ik mijn eigen nep wimpers in samenwerking met Pussy Shop. In de stijl Fair Pleasure, de meest heftige stijl en I love it. Dus deze ga ik even opdoen. Wordt weer een heel gedoe met gelifte wimpers, maar oké. Okay. En dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, jongens, daar ben ik weer. Ik ben een uur weg geweest, want ik had net even een event van Lottie London via een Zoom meeting. Dus ik ben eventjes een uurtje weg geweest. But I'm back en we gaan weer verder nou met de make-up. Ik ben gewoon random in deze video eventjes goed een uur weg geweest. Ik ga mijn gezicht bronzen. Daarvoor gebruik ik deze bronzer van Revolution in de kleur 02 Warm. Ik hou van deze bronzer. Dit is zo'n heftige warme bronzer. Maar ik vind het echt geweldig. Het geeft mijn gezicht altijd zo'n mooie warme glow. I love it. En het is lekker betaalbaar. Volgens mij is hij gewoon nog te koop als het goed is. Ik gebruik altijd ontzettend veel bronzer op mijn voorhoofd. Omdat ik een groot voorhoofd heb. En het dan lijkt alsof hij iets kleiner is zogenaamd. Dan ga ik ook nog deze She Glam Blush aanbrengen. Dit is in de kleur Good Vibes. Dit is echt een prachtige blush, jongens. Echt heel goedkoop en echt super mooi te koop bij Shein. En die breng ik dan nog zo een beetje extra hier zo aan. Ik ben hier een beetje iets te laag gegaan met mijn bronzer. Kijk, er zit nou echt zo'n klein beetje bronzer hier. Dus ik ga dat eventjes opruimen met een beetje poeder. Nou is het alsof ik een baard heb. Ik ga stuk. Ik wil gaan voor een heftige glow, een heftige highlighter. Dus ik ga in met dit Pixie paletje in samenwerking met Rage Loves. Dit is echt een van mijn meest heftige highlighter paletjes. En ik mix altijd een beetje zo deze twee kleuren allebei. Mijn gezicht is nou heel mat en echt volledig dekkend. Dus ik wil weer een klein beetje een glans terugbrengen. Oké, dan de lippen, jongens. Wat gaan we doen met de lippen? Ik ga altijd voor hele verschillende kleurtjes. Omdat ik altijd voor zo'n bruine nude oogschaduw look ga, kan ik echt met de lippen doen wat ik wil. Ik hou ook altijd van een goede rode lip. Dat vind ik ook altijd heel mooi. Ik weet alleen nog niet wat ik ga aandoen. Als ik ga voor een rode lip, dan kan ik bepaalde kleuren qua kleding weer niet meer aan. Maar als ik gewoon zwart draag, dan is het weer heel erg mooi. Ik denk toch gewoon dat ik ga voor een rode lip en we kijken zo wel wat ik ga aandoen. Als lippotloodje gebruik ik deze van YouStar. Dit is in de kleur 06. Ruby Red. En die mix ik dan samen met deze lipstick. Mega Matte lipstick van Morphe. In de kleur Dominate. Is echt mijn meest mooie rode matte lipstick. Deze lipstick is echt al jaren mijn nummer 1 fave rode lipstick. Het is gewoon echt de perfecte rode kleur. Super mooi. En dan als allerlaatste fixing spray. Ik gebruik deze fixing spray van Morphe. En dit gaat ervoor zorgen dat mijn make-up weer langer goed blijft zitten. En dan zijn we klaar. Oké, jongens, dit was dan de make-up gedeelte van de video. Wat vinden we ervan? Dit is echt mijn go-to look. Als je mij nu zou zeggen, Sarah, we gaan naar een feestje, maak je zo mooi op als kan. Dan is dit de look waar ik voor ga. Alle producten die ik vandaag heb gebruikt zijn ook echt amazing. Ik vind het echt super mooi. Rode lippen vind ik ook echt altijd super, super mooi. Als je het iets meer soft glam wilt houden, ga dan gewoon voor een nude lip. Dan is het iets meer opvallend. Maar ik hou wel van, ja, opvallende lippen. Dat vind ik altijd wel mooi. En dan lijken mijn lippen ook wat voller. Nou gaan we verder met kleding, want ik zit hier in mijn badjas en obvious gaan we niet feesten in een badjas. Oh, jongens, dit is dan de actuele status van hoe ik er nou hierbij loop. We gaan eventjes hier iets aan veranderen. We gaan even kijken wat we gaan aandoen. Laat ik mijn kast openen. Dit is waar al mijn jurken hangen. Van ongeveer hier tot hier ongeveer. Hier hangen allemaal vesten en andere shizzle. Dus hier hangen al mijn jurken. Wat gaan we aandoen, jongens? Of gaan we rok aandoen? Ik weet nog niet. Oké, jongens, ik denk dat ik voor deze zwarte jurk ga. Deze is van Pretty Little Thing. Ik zal in de beschrijving een linkje zetten als ik die kan vinden. En dan misschien of misschien niet met deze buikriem dingen erbij of wat ook is. Ik denk dat dit wel leuk gaat staan, maar dat moet ik eerst aandoen om te zien of het echt gaat staan. Dan gaan we kijken voor de schoenen. Ik heb hier al mijn hakken staan, hier beneden. Dit is een la, dus hier staan alle hakken die ik in principe het vaakst draag. Hier staan hakken op hakken, want ik heb niet meer genoeg plek. En dan hier beneden staan allemaal nog meer hakken, maar dit is geen lade, dus die kan ik niet uitschuiven. Maar ik denk dat ik voor deze ga. Deze heb ik net nieuw. Deze zijn van Shein, ook super goedkoop. Ik had hier ook nog laten zien in een shoplog, dus ik denk dat ik deze ga aandoen. Oké, jongens, nou gaan we kijken voor sieraden. Deze sieradendoos is van Stackers, is te koop bij Douglas en deze zijn allemaal apart los te koop. Even kijken, hier heb ik wat ringen en zo zitten, wat kettingen. Ik ga geen ketting omdoen, denk ik, maar wel een heleboel ringen. Want daar hou ik van. Ik ga denk ik voor deze ring. Dit is echt mijn fave. Voor mijn rechterhand pak ik deze ring. En
Ik denk ook deze ring. En voor mijn linkerhand pak ik denk ik een van deze grote ringen. Ik denk deze. Dan is dit zo mijn rechterhand. En dit mijn linkerhand. Gewoon simpel. Ik pak ook deze armband samen met dit horloge. Dat is ook wel leuk. Zo, dan is dit zo mijn linkerhand. Heel leuk. Dan ga ik verder met oorbellen. Hier zijn al mijn kleine oorbellen. En hier zijn alle grote oorbellen. Ik denk dat ik voor grote oorbellen ga. Omdat ik toch niet echt een ketting omdoe. Ik denk dat ik voor deze oorbellen ga. Gewoon simpel en groot. Zo, jongens. En dit is dan de hele outfit. Wat vinden we ervan? Wat vinden we van deze buikketting hierbij? Is het too much of niet? Ik weet niet. Ik vind het wel leuk, maar ik vind het misschien too much. Dit zijn dan de oorbellen die ik in heb. Deze grote oorbellen, sieraden. Ik heb geen ketting gedaan, want dan vind ik een beetje too much. Dus ja, dit is het dan. Dit is mijn outfitje. Dit is ook echt iets wat ik zou aandoen als ik gewoon... ja, uitga of zo dus. Ik vind het ook heel erg leuk met de rode lippen zo. Ik hou altijd van heel veel sieraden. Ik ben echt een sieradenfanaat. Dus ik draag altijd super, super veel sieraden. Dus ja, dit is het dan jongens. Vinden we het cute of vinden we het cute? Oh mijn god, nou wil ik echt ergens heen gaan. Oh mijn god, niemand gaat mij nou zien. Behalve duizenden van jullie. Maar jullie begrijpen wat ik bedoel. Maar ik vind dit echt super cute. Deze jurk is ook echt leuk. Ik vind dit ook heel leuk. Deze riem is gewoon van de AliExpress. Ik zal ook wel een linkje zetten hier van beneden in de beschrijving. Ja, ik vind het echt super leuk. Dit is echt iets wat ik zou dragen. I love it. Ik vind ook de schoenen echt super leuk. Kijk even hoe cute dit is, jongens. Kijk die schoenen. En super goedkoop ook. Deze schoenen zijn zo fijn. Jongens, echt I love it. Ik ben zo blij als corona straks voorbij is. En we gewoon weer ergens heen kunnen. En gewoon weer leuke dingen kunnen doen. En ik dit soort kleding allemaal weer gewoon kan dragen. Nou jongens, dat was het voor vandaag. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de video. Vond je het leuk? Vergeet dan niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!